Op het moment dat je cPanel hostingpakket klaar is, krijg je van ons een bericht met daarin je inloggegevens. Daar zit ook een link in naar het cPanel controlepaneel. Vul de inloggegevens in en zoals je ziet kun je inloggen. Een andere manier om in te loggen is via mijn Pepix. Zodra je inlogt, klik je op diensten, open je jouw nieuwe hostingpakket en ga je daarna klikken op aanmelden op cPanel in de linkerzijbalk. Dat is een tweede manier om je aan te melden binnen cPanel. Als je wilt aanmelden via FTP, dan gebruiken we het programma FileZilla en dan kopiëren wij de inloggegevens uit de mail, zoals je ziet. Klik ik op snel verbinden, dan vraagt hij of ik een certificaat wil vertrouwen. Ja, dan klik ik oké. En vervolgens kom ik in de mapstructuur. In de map public HTML kan ik mijn website uploaden. De bestanden die er standaard in staan, kun je verwijderen.